De ingrijpende renovatie aan de Manskapbarg tunnel aan de Vierdese straat verloopt volgens een woordvoerder van de gemeente volgens schema. De betonrot is aangepakt en er zijn ondergrondse herstelwerkzaamheden onder het wegdek uitgevoerd. Het mozaïek van Manskapbarg is aan een grondige opknapbeurt onderworpen en het laatste deel wordt binnenkort aangebracht. De verschillende panelen worden zo goed mogelijk van een weerbestendige coating voorzien. Momenteel wordt de bovenste deklaag van het wegdek van asfalt voorzien. De tunnel krijgt op deze manier een frissere uitstraling en kan na de renovatie nog zeker 30 jaar mee. Daarbij hoort ook een nieuwe railing. Er brandt straks, evenals bij de trapportalen, energiezuinige ledverlichting. De oplevering is overigens gepland op 20 juli.